What's up en welkom. Welkom bij een nieuwe aflevering op mijn YouTube-kanaal. Ik ben Lem natuurlijk, jullie gamecommentator. En voilà, 3 weken vakantie gehad in Frankrijk. En wel, ik heb ook mijn vakantie nodig. Dus toch 2 video's kunnen droppen qua content. Want ik had er al 2 gespeeld en voordien opgenomen. En die heb ik dus gedurende die 2 weken eentje per week uitgebracht. Vorige week niets helaas, geen content meer. En ja, ik zat nog in Frankrijk, dus dan werd het moeilijk. Maar nu zijn we terug deze week met de 6e aflevering van de Bingo Carrière Mode. En we gaan vandaag rijden van Roubaix tot aan het begin van de transferdossiers. Jawel, je krijgt al een preview te zien welke renners ik heel graag zou willen volgend seizoen. Merckx, Robeet, Menten, Dupont, Paco, Wiertgen en Pijskens. Dat zijn de mannen voor Bingo in deze hel van het noorden. Jawel, Paris-Roubaix, de Kasseistenen daar, Noord-Frankrijk. Ja, ik ben benieuwd. Gaat Van der Poel, Asgreen of Van Baarlem winnen? Dat is de vraag. Ze hebben ook 3 sterren. Koen, Stijven en Mohoric, 2 sterren. Ben Turner, Lampaard, Christophe Laporte en Sonny Colbrelli, 1 ster achter de naam. Ja, wat kunnen die outsiders zo meteen gaan betekenen? En MVDP en Dylan van Baarle natuurlijk in het magazine. Ja, 2 Nederlanders. Wie gaat de Benelux kloppen vandaag? Dat is de vraag. En komt het dan van België of van Luxemburg als het binnen de Benelux blijft? Ik vrees ervoor. Alhoewel, Stijven zou misschien wel kunnen. Van Marke, ja, PCM, verrast af en toe. Maar ik denk dat we vooral naar Nederland moeten kijken. Hè. Van Baarle, Van der Poel. Ja, Van Aert ligt nog altijd in de lappenmand in deze carrière mode. Dus die gaan we niet zien voor Lijk, Bastenaken, Lijk. Dat is wel jammer voor Woutje. En dan gaan we naar de eerste kasseistrook van deze hel van het noorden. En ja, kijk eens naar onze balkenmannen. Damn, damn, damn. Kopman Minan Mente heeft ook een break-even dag voor hem. Ik had daar liever een +3 gezien staan, want dan hebben we een superdag eigenlijk. Want we kunnen maar tot +3 gaan met onze instellingen. We hebben wel een +1 bij Dupont en Wiertgen. En we zitten in het bos van Lers en Robben van de Putten met zijn eerste persvraag. Denk je dat Van Aert ooit meedoet om een grote Tour te winnen? Ja, ik hoop het wel. Ik hoop dat hij er ooit voor gaat, maar... Goh. Hij zal eerst Vlaanderen en Roubaix moeten winnen, zeker. Dan zal hij zich misschien erop gaan toeleggen. Maar ik zeg ook echt wel misschien. En we zien dat Binyam Girmay ondertussen wel volledig alleen aan de kop zit van deze Paris-Roubaix. En moet hij dan meteen voor de Tour de France gaan? Dat is ook nog de vraag die je kan stellen. Hè? Al denk ik dat de hellingen in de Giro en de Vuelta wat minder liggen dan in de Tour de France. Dus ja... Ik hoop dat hij er ooit voor gaat. Maar gaat hij dan de Tour winnen? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat... Ja, je moet toch 21 dagen echt gewoon ziek goed zijn. Hè? En echt gewoon altijd ziek hard koersen. Hij kan ziek hard koersen. Dat hebben we allemaal gezien. In zijn Ronde van Frankrijk in dit seizoen. Ja, wat een Tour was dat eigenlijk van hem. En Dupont moet eraf. Ja, Dupont moet eraf. Hofs zit er ook. Oh. En Girmay is opgeraapt en hij moet er ook af. Oh, dit is ook een verrassing. Binyam heeft zich volledig kapot gereden. Ook Hulgaard zagen we daar zitten. Of Hulgaard, hoe je het ook precies moet uitspreken. We zagen ook dat Teuns achterop zat. Daar het groepje met Schachman, Girmay, Hirschi zat er ook bij. En we moeten al meteen veel naar voren gaan. Nou ja, Dupont zit ver, dat is duidelijk. Vermeersch hebben hier zitten. Ook Pollet, ook Florian. Ja, oké. Okay. Die mannen zijn er dus echt ook af. Ook Sagan, ja, ja. Daar zien we Peter de Grote. Hij moet ook de rol lossen. En hoe ver moeten we nog doorschuiven voor naar de kop van de koers te geraken? Ja, Lapon, Koen en Moscon tegen de vlakte. Oh, Stefan Koen, dat is een zure. Christophe Laporte ook natuurlijk, want hij waarschijnlijk de kopman. Met, met de afwezigheid van Van Aert, daar zagen we het groepje MVDP stijven. En het is Van Baarle, Asgreen en Colbrelli. Oh, zij leiden momenteel in de finale van deze Paris-Roubaix. Jawel, jawel. We gaan naar Carrefour de l'Arbre. En het zijn nog steeds Van Baarle, Asgreen en Colbrelli die leiden. Oh, dit is een interessante. Wordt het dan toch een Beneluxer die gaat winnen met Dylan? Of gaat het eerder naar Italië? Of wat te denken van Denemarken? Ja, die mannen van Denemarken die kunnen veel. Dat is ook ondertussen duidelijk geworden, zeker na de afgelopen Tour. En Sepp van Marken, ja, hij moet eraf. Oeh, Seppke. Dat is jammer. En hij valt niet. Nee. Blijft op zijn fiets zitten. En we gaan naar hem. En de aanval. De aanval van Sonny. Even een reactie van Asgreen. Maar die lijkt toch niet echt door te zetten. En wat nu? Wie gaat het nu dichtrijden? Ja. Het is nu aan Van der Poel. Aan Dylan van Baarle. Of aan Jasper Stuyven misschien. Of gaat deze Sonny Colbrelli gewoon volledig wegrijden op de velodroom in Roubaix? Wie gaat hem hier pakken? Asgreen lijkt nu toch iets te gaan doen. Nee, Asgreen geeft het op. Pijskens met de lekke band in de achtergrond. Van Baarle ging terug overnemen. Maar Sonny,
Oh, Sonny. Go, Sonny, go. Gaat hij Paris-Roubaix winnen? Zoals in real life dat hij de zal heeft geflikt in zijn Europese kampioenentrui. Maar daar komt MVDP. Oh, daar komt Van der Poel. En het is binnen. Het is binnen. Van der Poel pakt Paris-Roubaix. Oh, Asgreen op 2. En Sonny, wat is dit zuur, man. Wel podium. Van Baarle vierde. Jasper Stijve Jappe op plek 5. En dan hebben we hier Dupont, ja, in de achtergrond. We gaan nog aan de strook van hem beginnen. Maar damn, wat was dit een ontknoping. Oh, Colbrelli. Zo dichterbij. Nou, wij zitten in de groep van de wereldkampioen Alaphilippe. Met Dupont. Ja, het is een verre ereplaats, denk ik. Plek 40 of zo ergens. Ja. In ieder geval, Van der Poel wint hem. Asgreen op 2. Dan Colbrelli, Van Baarle, Stijve, Christophe Laporte, Van Avermaat, Benoot en Mohoric. En dan hebben we op plek 11 Trentin. Ja, Matteo deed ook wel degelijk mee. Koen, ja, de valpartij heeft hem niet geholpen. Zeker niet. Benoot was dan uiteindelijk wel de man die het moest gaan doen bij Jumbo-Visma. Heeft wel een top 10, dus dat is netjes. Taco op plek 17. Dan nog een Belgische enclave van plek 18 tot 20 was het ongeveer. Demar, hier Gianni Vermeersch, ja, slechte Paris-Roubaix. Misschien wel wat gewerkt hier en daar voor MVDP, terwijl ik het niet door had. Kan ook. Dan gaan we al meer dan de 8, 9 minuten. Oh, 9:49. Plek 67 pas. Oké. Damn. Oh, we zaten echt wel gigantisch ver met Dupont dan. Ik dacht echt dat we rond plek 40 zaten. Ja, oké. Wat een tegenvaller, Paris-Roubaix. Dat is duidelijk. Brabantse pijl, die hebben gesimuleerd. Asgreen heeft hem gewonnen voor Van der Poel. Dan hadden we Girmay op plek 3. Philipsen op 4. Ja, Paco heeft het goed gedaan in de simulatie. Top. Tom op plek 5. Laporte was 9e. Dan op plek 9. Christophe op 10. Caleb Ewan. Ja, 12e plek voor Thibonais. Ook lekker. En Arjen Livens op plek 14. Ja, oké. Okay. Pakt wederom wel wat punten voor de continentale Tour. Heeft al heel wat punten gepakt op de World Tour vlak. Dus ja, Livens is echt wel onze puntenpakker momenteel. En Evenepoel op plek 16. Ja, oké. Okay. Kassei, dat is niets voor Remco. Dat is ook al duidelijk. En La Flèche Wallonne, daar gaan we nu naartoe. De Waalse pijl. Heuvels, ja, is ook niet volledig ons ding binnen de ploeg. Alaphilippe, Roglic, Pogacar, de topfavorieten. Van der Poel, Valverde, Madouas, Ewan, Pitcock, Schachman en Woods. Dat zijn zeker de duchte outsiders voor de zege hier. En de Côte de Cheraf komt er zo meteen aan. En Menten en Livens zijn de laatste twee overblijvers in een peloton nog van 24 man. En het gaat van Arjen moeten komen. Ja, Milan was eigenlijk wederom hier de kopman. Plus 3 ook, maar ha, het gaat hem niet goed af. Nee, de heuvels zijn toch iets te stevig in deze Waalse pijl. Dus dan toch maar wederom alles op plan B zetten. Arjen Livens. En hij heeft wel een 77 heuvelstijd. Ja. Hij heeft al een 76 van nature heuvelstijd. Met de dagvorm erbij. Dus naar 77. En nu de versnelling van UAE. Jawel. Zij gaan toch even doortrekken. En Pogacar gaat dat verlengen. Pogacar met de aanval daarop. Van der Poel volgt. Alaphilippe is mee. Wij moeten ook gewoon meeschuiven. Kom aan, Arjen. Geen gaatje laten vallen. Want anders ben je de klos in deze Waalse pijl. En Ewan is ook mee. Ja, ik zeg het. Die heuvelstat van Ewan. Die moet naar omlaag. World Database. Die stat van Ewan moet naar omlaag. Want hij gaat zelfs meesprinten op de muur van Hoei. Maar die sprint kan hij natuurlijk nooit winnen. Voilà. Ewan meteen door het ijs gezakt. Godu gaat nog meedoen. Valverde. Pijskes gaat tegen de vlakte. Het is Roglic. Maar die wordt hier overpowered door Alaphilippe. En het is door de Fransen zelfs. Oh, het is Bardet. Het is Bardet die hem gaat winnen. Op de muur van Hoei, Romain Bardet. Jawel, een Bardetje in de Waalse pijl. Hoppa. Alaphilippe op 2. Pogacar op 3. Nou, oké. Okay. Poggi, niet slecht. Pitcock hebben we nog op 4. Pitters, ja, oké. Okay. Hij is op de afspraak. We gaan moeten uitkijken voor hem in Luik, denk ik. En hier komt dan Valverde binnen. En Livens nog net in het wiel op plek 15. Ja, oké. Okay. Wederom een goed resultaat van Arjen. En wederom toch wel wat deftige punten. Ja, zeer zeker. En de Fransen, zij klopten uiteindelijk dus Pogacar. En er waren nog heel wat Fransen. Hè. Kijk eens aan, Madouas, Cosnefroid. Dan hadden we ook nog Godu. Paulus op 11, Van der Poel. Ja, een beetje tegenvallend misschien, 12e. Valverde op 14. De man die heel vaak al weet of heeft weten te winnen.
in de Waalse pijlen wij uiteindelijk. Dus op 15, Remy Mertz, Arjen Livens, Milan Mente, Romain Seigle, Tom Pacco, Dimitri Pijskens en deze Matthijs Paaschens. Man, die moet nog komen. We zaten nog maar bij Seigle. Ik was al even voorop geraakt. Dit is Pijskens natuurlijk. En dan komt Matthijs. Dat zijn de mannen die lijkbas na gelijk gaan verrijden. Jawel. Wederom een monument voor de Amstel waar we niet uitgenodigd. Voor degenen die al denken van, ja, waar is de Amstel? Ja, geen uitnodiging gekregen. Dankjewel, Nederland. Maar Roglic, Pogacar en Alaphilippe zijn wel de topfavorieten in Lijkbasnak. Lijk Valverde, Godu, Schachman, twee sterren. Almeida, Woods, Bardet en Vlasov. Dat zijn de mannen voor de één ster. En we hebben Valverde natuurlijk, ja, de oudgediende. En Mathieu van der Poel, misschien wel de nieuwe gediende, in het magazine staan. Het LBL-magazine. En wie pakt straks in Lijk de bloemen? Dat is de grote hamvraag. Maken wij een kans? Ja, het zal van de dagvorm afhangen. We hebben wel een plus 3 bij Seigle, bij Paco. We hebben een plus 2 bij Paaschens, plus 1 bij Livens. Ah, dat is minder. En Pijskens ook een plus 1. Min 1 bij Menten en Mertz. Oké, okay, die gaan niet meedoen. We gaan meteen een sprong maken in deze koers natuurlijk. Peloton wederom al flink uitgedund. En wij zitten hier wel nog met Seigle, met Livens en met Paco. En deze mannen gaan hier toch nog een beetje versnellen. Terwijl, ja, toch mijn PCM even wat last heeft van legging, maar oké. Okay. Persvraag van oké, okay, denk je dat Pidcock ooit een grote ronde gaat winnen? Goh, dat is ook heel moeilijk te zeggen, hè. Thomas Pidcock heeft eigenlijk wel een goede tour gereden. Vooral in het begin, heel goed begonnen. En dan natuurlijk de machtige ritzege op Alpe d'Huez, ja. En ook redelijk wat dagen in de witte trui gereden. Dus ja, het kan zeker, hè. Het kan misschien wel in de toekomst voor Pidders. Maar in de Pyreneeën zakt hier dan wel weer wat door. Dus ja, het is moeilijk te stellen. Misschien liggen de beklimmingen van de Tour de France Pidcock niet helemaal. Misschien moet hij eerder gaan richten op de Giro of La Vuelta. Maar dat gaan we allemaal in de toekomst weten komen. Ja, ik heb geen glazen bol, kan er moeilijk in kijken. En Van der Poel was ondertussen in de aanval getrokken. En Roglic gaat er proberen naartoe knallen. Op La Redoute. De reactie van Alaphilippe. Was het ook Pogacar die het even probeerde? Ik denk het wel. En Mas nu met de reactie, maar ook hij breekt. Ja, oké. Okay. Wij kunnen niet reageren. Nee, of anders zijn we volledig choco. Maar in ieder geval, Mathieu van der Poel in de aanval in de absolute finale van deze Lijk. Bas na Lijk. We hebben nog Seigle, Livens en ja, Paco heeft zijn beste tijd gehad. En wat gaat er hier nog gebeuren op de Côte de la Roche of Ocon? Ja, hier moet het gebeuren, mannen. 1 kilometer, 12,5% gemiddeld. En we hebben het eerste stuk van de Ocon gehad. Jawel. Is een beklimming in eigenlijk twee plateautjes. En wat kunnen we nu nog doen met Seigle? Alaphilippe zit hier ook nog. Godu wil het gat gaan toeknallen. Ja, moet ik gaan aanvallen of niet? We zijn wel mee met Seigle. Het is wel straf. Oké, okay, 78 heuvelsted met zijn goede dagvorm. Heeft goede benen, dat is duidelijk. We gaan toch even het kopwerk doen. Oh, en Roglic laat het stilvallen. Alaphilippe gaat nu wat reageren. Ja, Van der Poel wou daarvoor in niet overpakken. Ah, die kan ook niet beter. Hij zit dat blok en nu Seigle. Nu gaat Romeinke, jawel, op 10 kilometer van Lijk. En wie gaat er mee? Het is nog iemand van FDJ. Het is Godu. Oh, het is David. David met Romain, de twee Fransmannen. Ja, meestal werken die wel goed samen, hè. Kom aan, pak over David. Pak over, man. Ah, mijn gele balk. Alaphilippe is daar ook wat tempo aan het maken. Fransen toch een beetje tegenstijgelen precies. En nu moet hij gaan overpakken. Ah, we zitten dat blok. Naar het wiel van Godu nu. Het gaat nog een klein beetje licht bergop. Ah, we moeten eraf. Nee, we moeten eraf. Ah, goddammit. Ah, we zitten volledig aan blok. Ah, damn. Ik hoopte toch nog in het wiel te kunnen volgen tot daar aan de finish in Lijk. En dan weet je maar nooit, hè. Dan weet je maar nooit. Maar Valverde, Pogacar komen. Maar David Godu is weg. Hij is het bos in. Ah, toe me. Wat een stunt had dit geweest, mannen. Met Romain Seigle. Oh, damn, damn, damn. Ja, het niveau extreme. Ik begin het onder de knie te krijgen, deze PCM 22. Dat is ook duidelijk. Ik heb het al nog eens gezegd, denk ik, in mijn video met Lotto Soudal. Maar in Liège, de ritzege of de overwinning. Het monument moet ik eigenlijk stellen. David Godu pakt hem. Romain Seigle is tweede. En het is Roglic die nog net de derde plek neemt voor Mathieu van der Poel. Maar wat was dit een ziek resultaat geweest, mochten we gewoon deze overwinning gepakt hebben.
Ja, tweede plaats in Lijkbas, nagelijk misschien wel het resultaat tot nu toe van onze Bingo-ploeg. Al was de Ronde van Vlaanderen van Livens ook wel een bijzonder goed resultaat. En hij werd uiteindelijk 23ste vandaag. Ja. Maar het is zuur, ja. Wat als? Dat is een vraag die toch even zal blijven duren. Blijven spelen. Had ik toch Gaudu het iets vroeger moeten laten proberen doen. Op extreem dus. Met de dagvorm op 3 ingezet. Dus we kunnen niet naar plus 5 dagvormen gaan. Ja. Is mijn eigen keuze. Het maakt het wat spannender. En dan gaan we straks nog naar Frankfurt. De vierdaagse van Duinkerke. De Trois-Brault-Léon. Veenendaal. Port-Epic. Circuit Wallonie. En dan gaan we ook nog ja, die Mercant misschien rijden. En ik denk dat het daar ergens wat zal stranden. De Brussels Cycling Classic moet ik eigenlijk stellen. En de Ronde van Limburg. Ik denk dat ik die nog van de kalender ga gooien. Want we hebben zowaar een wildcard gekregen voor La Vuelta. Jawel mannen. Ongelooflijk. Maar waar. Ja, ik had het eerst eigenlijk niet door. Tot ik eigenlijk mijn planning aan het bekijken was. En ik zag daar plots rode vakken staan. En ik dacht. Huh? Hebben we nu een wildcard voor La Vuelta gekregen? Want normaal gezien mogen daar altijd de Spaanse ploegen naartoe. Maar ik heb eens gekeken. Ja, wij zijn momenteel de beste ploeg van de Continental Tour. Eigenlijk ook van de pro-Continental teams. We doen zelfs eigenlijk iets beter dan Alpecin Phoenix. En ik zag dat vooral Euskaltel het heel slecht aan het doen was. Dus misschien dat we daarom die wildcard hebben gekregen. In ieder geval, ik was bijzonder hard verrast. En Wout van Aert is terug. Dat ook, jawel. In de Eschborne, Frankfurt, gaat hij terug in competitie komen. En wat is het zuur voor hem, hè. Gevallen in het voorjaar. Ronde niet kunnen meerijden. Roubaix niet kunnen meerijden. Lijkt zelfs niet meegemaakt. Ja, heeft alles gemist van belangrijke koersen in het voorjaar. Dat is echt wel heel zuur voor Van Aert in deze save. En wij gaan eens kijken wat we hier nog kunnen doen. Want we worden er plots afgereden. Ja. En Paco moet het nu gaan oplossen. Voor Viviani, voor Anjolkowski, voor Paaschens. Maar ja, Attilio is ook aan het afzien hoor. Ook Paaschens. Maar we komen er toch terug bij deze knik. Waar we dus daarnet er werden afgereden. Nu moeten we wel mee zijn en we zijn mee met Anjolkowski. We gaan naar de finale in Frankfurt. En wat gaat het hier worden? Merlier zit er ook nog bij. De meeste sprinters nog aanwezig. Ja. We hadden toch even een zwak momentje. Ja, dat moeten we ook wel stellen. Daarom dat ik het ook in beeld heb gebracht. En Anjolkowski gaat zijn eigen plan moeten trekken. We gaan dus een wiel moeten nemen van een andere sprinter. Ik ben in het wiel van Merlier aan het volgen. Ik ben trouwens ook aan het sturen. Voor alle duidelijkheid met mijn numpad. Met de toetsen 4 en 6 kan je dus van richting veranderen. En zo goed mogelijk in het wiel proberen volgen. Maar je ziet het. Hè. Die bloks blijven toch komen. Dus ik ga toch het wiel dan van Ballerini nemen. Want anders ga ik veel te veel energie al verspillen. En we gaan naar de laatste kilometer. Merlier tegenover Ballerini. Wij proberen nu te komen met Anjolkowski. We hebben nog iets over Anjolkowski. Ballerini. Oh, we gaan hem pakken. We gaan hem pakken, jawel. Voilà, daar is hij. Stanislaw, Stani, hij doet het. Daar is de Eschborne Frankfurt. En waar is Van Aert? Ja, Van Aert zit daar achter ons, de Belgische kampioen. Oh, watje, wat is er gebeurd? Heeft hij zich ook wat verkeken op het vreemde sprintgedrag van de rest? Jawel, achtste plek voor Van Aert. Vingegaard op 9. Maar Anjolkowski pakt hem. We winnen in Frankfurt. Nice one. Hoppa, bam. Puntjes tellen. Ja, ik weet niet of we in de World Tour gaan geraken. Hè. Dat zullen we zien na de transfers. Het zal in ieder geval niet met al te veel renners zijn dan. Dus ja, is een promotie naar de World Tour wel zo slim? Ja, eigenlijk niet. Eigenlijk is het nog niet aan de orde dit seizoen. Maar we zullen het zien op het eind, hoe ver we komen. En voilà, hier zie je het nogmaals. De valpartij in Kuurne was het waar Van Aert moest opgeven. En waar dat hij dus, of waardoor dat hij heel wat belangrijke koersen moest missen. En dan gaan we naar de vierdaagse van Duinkerke. Wel, Duinkerke is er klaar voor. Wat gaat het hier worden? 6 etappes weliswaar in deze vierdaagse. De eerste 3 ritten zijn oké. Niet echt moeilijk, maar naar Le Portel wordt het wel de eerste keer knallen. Op dag 4 is dat met redelijk wat beklimmingen van derde categorie. Dan dag 5 is ja, de dag waar het gaat moeten gebeuren voor de klassementsmannen.
Met redelijk wat kassei, heel wat heuvels ook. En op dag 6 of rit 6 rijden we van Roubaix naar Dunkerque. Dus dan komen we aan in deze ronde. En de grote publiekstrekker Binyam Girmay staat meteen als topfavoriet op dag 1. Aangeduid, jawel, Le Croc, Asgreen, McLay, Russo, Van Gestel, Turgis, Zwift, Mozzato en Biström. Dat zijn de mannen die allemaal aanspraak mogen maken. En het peloton blijft ook samen, 125 man. In het begin wel wat aanvallen. Livens is daar ook bij meegegaan. Heeft punten gepakt voor de bergtrein. Ook wat seconden. Dat wordt wat onze tactiek in deze vierdaagse van Duinkerke. En Paasjes moet nu menten gaan brengen. Maar onze trein loopt in de soep. Ah, oké. Okay. Dat kan gebeuren op PCM 22. Soms moeilijk in te schatten. Maar dit is echt wel een offsprint. Off day. Een offsprint. Voilà. Wat slecht, LM. Damn, damn, damn. McLean gaat hem wel pakken. Bam. Binyam komt net te kort. Ja, Girmay, dat is jammer. Bini, Bini. En op dag 2 wederom een duel tegenover McLean. Menten doet deze keer wel mee. En Milan komt ver. Milan Menten. Maar ja, Daniel McLean, daar is niets tegen te beginnen, man. De sprinter van Arkea. 2 op 2 voor hem. En hier zie je trouwens Livens binnenkomen in zijn bergtrein. Dus ja, dat is misschien een klein doel op zich. Maar het eindklassement, daar streven we toch echt wel naar met Arjen Livens. Want ja, 2 HC-koers. Veel punten voor de continentale Tour te verdienen. En op dag 3 zijn het alweer dezelfde mannen waar we mogen naar kijken. Maar gaan ze zich ook mengen straks in de finale? Hoogstwaarschijnlijk wel. En voilà, dit is dus de tactiek met Livens. In het begin alles dood controleren en dan bonies pakken en punten pakken voor de bergtrui. Diego met nog een persvraag. Verwacht je een duel tussen Pogacar en Evenepoel in La Vuelta? Of ging het nog over San Sebastian? Dat kon ook. Maar we hebben allemaal gezien dat Remco top was in San Sebastian. Pure demonstratie. En Pogacar die was duidelijk vermoeid van de Tour. Dus als Pogacar echt voor La Vuelta gaat, ja, dan vrees ik er toch een beetje voor. Ik denk dat hij echt heel diep is gegaan in de Tour. Maar hij kreeg Vingegaard er niet af. Dat is zo simpel was het. Livens met nog wat bonies daar. En wederom een massasprint hier op het einde. En wederom lijkt het niet te lopen voor Mente. Alhoewel, we komen nog opzetten. Milan Mente van veruit, van ver komen. Bini gaat er nog over, maar het is Wemaas. Oh, het is Wemaas die hem pakt. Sascha voor Binyam alweer. Ja, Bini. Oh. Het zit hem niet mee momenteel hier in Duinkerke. Mag niet winnen. Is wel iedere dag de topfavoriet. Ook voor deze heuvelachtige rit naar Le Portel. Met ook Asgreen bij de drie ster favorieten. En ja, Jeremy Le Croc is duidelijk wel een renner waar PCM van houdt. Staat daar iedere dag hoog aangeschreven. Maar komt er eigenlijk iedere dag niet echt volledig uit. En wij gaan naar deze laatste knik. De Saint-Étienne, Aumont. En het is de aanval van Livens. Jawel, hoppa. Daar is de man in het groen. We staan niet aan de leiding in dat puntenklassement, maar we staan wel tweede. En aangezien de leider ja, zijn leiderstrui draagt en niet die groene trui ook kan dragen, rijden wij er dus mee. Maar wij zijn eigenlijk leider in het bergklassement. Ja. Voilà, om het volledig ingewikkeld te maken. We hebben wederom punten gepakt, maar we geraken niet weg. We geraken niet weg, dat is zuur. En nu de controle van Groupama. Dat hoop ik toch, want het is BNB die het ondertussen overneemt. Jawel. En gaan we dan Le Croc aan het werk zien. Oh, wat is dit? Wat is dit? Girmay laat het gat vallen. Oh, dit is niet leuk, Bini. Dit is niet leuk, man. Ja, ik weet dat ik wat hard was voor hem daarnet. Karma is een bitch, zeker. Voilà, Groupama probeert het nu nog met Molaar, met Le Gac. En wat gaan wij hier doen? Ja, we rijden ons dood om dat gat te dichten. En wie pakt uiteindelijk hier de overwinning? Het is Dries van Gestel. Van Gestel neemt hem voor Bouda. Dan Koen op 3. Ja, die mannen zaten inderdaad daarnet toch mee met die paar renners die gewoon mochten wegrijden van Girmay. Ja, oké. Okay. Binyam. Wai, man. En wat wordt het verdikt? Verliezen we tijd? Deze mannen staan allemaal in dezelfde tijdsnotering. En nou, we verliezen net geen tijd. Oh, damn. Dit is goed wegkomen, LM. Dit is echt heel goed wegkomen. En daardoor worden wij wel de nieuwe leider. Ja, oké. Okay. McLay verloor redelijk wat tijd. Dus hij verliest zijn leiderstrui. En wij gaan aan de koninginnenrit beginnen als leider. Wel maar met 6 seconden voor op Girmay. 8 seconden op Van Gestel. 14 op Stefan Koen.
Ja, we moeten vooral naar de mannen kijken met de goede kasseistet, hè? Want morgen is het van dat. Over heuvels knallen, maar zeker ook over kasseien knallen. Voilà, voilà. Naar Kassel. 180 kilometer, ja, dat is ook niet min. Ja, het tweede wedstrijddeel is gewoon insane. Damn, dat gaat een pittige worden voor Livin. Zeker voor ons ook om te verdedigen. Ja, we hebben geen superploeg, ja, het is ook bingo. Maar oké, we zijn eraan het werken. We zijn aan het bouwen. Straks op het einde van deze video zie je welke transfertargets we gaan proberen inlijven. En ik heb al wel wat reekssommen zitten maken, maar straks ga je dat zien. In ieder geval, plus één dag voor bij de leider. Nou oké, geen slechte dag, dat is goed. Ook geen superieure benen. En meteen de aanval die er wordt ingeknald en ook Alaphilippe wilt mee. Jawel, Julien met de aanval. En er is nog een man van Quickstep die trouwens mee wil. Quickstep Alpha Vinyl. Maar Julien trekt wel door. En voilà, hier zien we de leider. Met de roze helm. Ja, voilà, voilà. Volledig aangepast. Of paars, hoe dat je het ook wilt stellen. Het is misschien eerder al paars dan roze. Maar in ieder geval, Alaphilippe is wel alles en iedereen aan het kapotrijden. Dat is ook duidelijk. Heeft wat gebruik gemaakt van zijn medevluchters. Maar in deze finale is hij alles en iedereen er aan het afknallen. En hij gaat ook solo binnenkomen. Gelukkig heeft hij al een valpartij meegemaakt in deze vierdaagse van Duinkerke. Staat op bijna 5 minuten, Julien. Dus kunnen we onze leiderstrijd behouden? Het lijkt er wel naar uit te zien. De laatste strook naar Kassel. Voilà, dit was ook de kasseistrook die we in de tweede deel van de koers meermaal hebben gedaan. Julien Alaphilippe pakt dus de zege. En wij moeten zorgen dat we niet meer dan 4 minuten 30 of zo verliezen. Maar het lijkt goed te komen. Livens heeft nog wat over. Voilà, kleine versnelling. Voor we nu gaan sprinten, Arjen Nivens gaat gewoon naar de tweede plaats. Oh, ze dringen zelfs Titaan. Nee, waar is Girmay? Oké, voilà, bam. Geen rit zeggen, dat niet. Maar we beperken wel de schade. Maar wat een superdag had Julien vandaag, de wereldkampioen. Ja, ferme couche van Loulou. En uiteindelijk saven of redden we wel onze leiderstrijd. Maar damn. Alaphilippe heeft er wel veel aan gedaan om het ons toch wel even moeilijk te maken. En hij komt terug tot plek 15 op 57 seconden. Ja, had hij die valpartij niet gehad, dan was hij waarschijnlijk ook niet mogen wegrijden. Maar oké, zwart. Zonder die valpartij had hij hoogstwaarschijnlijk wel deze vierdaagse van Duinkerke gewonnen. En dan gaan we naar de slotrit. Jawel, daar de lead-out van Livens voor Milan Mente. En kan Mente misschien nog in deze laatste rit iets doen? Ik was een klein beetje verrast ook. Door de boarding. Ik dacht dat we al bij de laatste kilometer zaten. Maar dat was de boarding van de laatste 10. Maar die stond gewoon ertussen. Dus het is alweer McLean die hem pakt. Jawel, Daniel. Niet dat we zouden gewonnen hebben van Daniel. Hadden we onze sprint wat beter ingeschat. Maar oké, dus ook de boarding werkt die soms tegen massasprints. Ja, qua massasprints was het niet echt van je welste in deze vierdaagse van Duinkerke. Maar we pakken wel de eindzege in deze 2HC-koers. Alweer met Arjen Nivens. Ja, ik blijf erbij. Wat een puntenpakker. Ja, die moeten we echt wel gaan verlengen naar volgend seizoen toe. Gewoon al voor de punten moesten we eventueel zelfs een kleine mini-waterkans maken om op die manier in de World Tour te geraken. Maar ja, gewoon, Livens verdient het. Hè. Is heel goed aan het rijden. Dus de contractverlenging komt eraan. Van Baarle, Koen, Van Gestel, Arndt, Degenkolb, McLay, Rowe, Le Croque, Os en Rousseau. Dat zijn de mannen voor de Trobro Leon. En dat is natuurlijk een wedstrijd in Frankrijk waar kasseien liggen. En die liggen best dicht bij de finish. Jawel. Wij zijn momenteel onze trein aan het brengen. Dupont moet het straks hier gaan afmaken. En we krijgen een aanval van Van Baarle op de laatste kasseistrook. Of toch vlak ervoor. Wij moeten mee zijn. Wiertgen gaat het nu doen. Lauk heeft zijn werk gedaan. Voilà. Paco is mee. Hij gaat de lead-out doen voor Dupont. Dit is het kasseistrookje. Ja, het is niet veel. En dan gaan we naar de laatste ronde nog eens. Nee, nog eens naar de laatste ronde. Maar ja, die kasseien. Komen ze nog eens terug? Ja, ik denk het wel. Hè. Op het profiel is het moeilijk te zien daar rechtsonder. Maar normaal gezien komen ze straks nog even terug. En ja, Wiertgen moet het nu gaan dichten. Kom aan, Tom. Blijf het duwen, man. Krijgt hij dat gat dicht op Van Baarle en Co. Hier hebben we nog eens dat vervelende ronde punt.
En dan moet Paco gaan komen. Ja, Paco moet het nu doen. Hij moet het nu doen. Ah, het is vroeg op 3 kilometer. Dit is vroeg met Paco. Maar oké, we kunnen het wel dichten. En dan is het Dupont die zich moet gaan klaarmaken. Ja, we worden nog wat geblokt door Van Baarle en Co. We gaan naar die laatste kasseistrook, laatste kilometer. Nu komt Dupont, Timothy Dupont. Wie komt hier nog in de buurt? Het is de Krok. Ja, die man komt nog in de buurt, maar we gaan hem nemen. Oh, bam, voilà. Daar is Timothy. Ja, straks nog ook wat nieuws over hem in verband met die transferperiode. Want Dupont gaat eigenlijk op pensioen. Maar ja, als je zo presteert, dan moeten we eens gaan praten, Timothy. Le Croc op 2, Dainese op 3, dan RVT, Hodge, Paco, McLay op plek 7. Ja, oké. Okay. Arne Marit is misschien ook wel een man die we volgend jaar kunnen gaan gebruiken. Dus hij zal zeker ook op die shortlist terechtkomen. Voilà. Even aanklikken, Kokaar dan ook nog met een goede ereplaats. En dan gaan we naar Veenendaal. Veenendaal, ja, ja, voilà, voilà. Met een bijzonder sterke startlijst. Ja. Van der Poel, Lampaard, De Lee, Teunissen, Pascalon, Dekker, Arndt, Ricard, Tiller en Vernon. Dat zijn de topmannen hier in Veenendaal, Veenendaal. Maar oké, okay, wij gaan het proberen met onze Poolse sprintbom, Anjolkowski. Het is Wiertgen die de lead-out man afzet, Paco, vlak voor deze bocht. En dan moet Anjolkowski gaan komen. Anjolkowski in de sprint tegenover Van der Poel. Van der Poel of Anjolkowski. Ah, die man van Topsport komt ook nog. Maar we gaan hem pakken. Het is alweer Stanny die hem gaat nemen. Ja, ja, ja. Stanislaw. Lekker man. Even MVDP kloppen. En wie is de man voor Topsport? Het is Marit. Jawel, Arne Marit op plek 2. Voor MVDP. Ja, Van der Poel plaats derde. Dan De Lee. Ja, we kloppen ook Arno De Lee. Jawel, jawel. Tiller op 5, dan Vernon, Teunissen, Jansen van Rensburg, Pasqualon. En dan hebben we nog Asbroek. Ja, van Asbroek. Ja, oké, okay, ik ben even van mijn melk. Ja, ik had niet verwacht dat we het zo ver gingen brengen. Zeker in dat deelnemersveld met Stanny. Ja, oké. Okay. Mooi gedaan. Ook een sterk deelnemersveld in deze Antwerpport Epic. Met het duel tussen Van der Poel en Van Aert. Ja, ja, die twee gaan duelleren. En we gaan hem ook verrijden. Maar oké, okay, dit is de uitslag. Want in-game of in de finale gingen we er uiteindelijk wel tussenuit. Omdat we niet echt goede kasseistats hadden die dag. En Girmay heeft hem gepakt. Voor Nijs, Lampaard, Van der Poel, Laporte en Van Asbroek. Dat was het selectieve favoriete groepje dat in de finale wist weg te rijden. Ja, Van Aert zat er niet bij. En Arno De Lee pakte ook nog een mooie ereplek. En ook Laurens Rijks natuurlijk. Circuit de Wallonie. Hij stond nog op de kalender, ik kon hem helaas niet meer verwijderen, maar deze wou ik eigenlijk niet meer gaan verrijden. Ook wederom sterke renners aan de start. En de simulatie gaat deze brengen en het is Vernon die deze heeft gepakt. Jawel, de circuit de Wallonie, gewonnen door Ethan Vernon voor De Lee. Girmay op 3, dan Bol, Van Tricht, Marit, Weemaas. En de eerste bingoler, ja, die zit blijkbaar ver in de simulatie. Lauk op plek 49. Marcel Kind, dat was de volgende rit of koers in het programma. Van der Poel, Lampaard, Benoot. Ja, we komen geen kleinere koersen meer tegen met slechte renners. Dat is ook duidelijk. De Klerk, Tiller, Van Asbroek, De Gent, wel eens Van Kersbulk en Nijs. En dan gaan we eens kijken in de finale wat we nog kunnen gaan doen. Aanval van Aimé De Gent en Benoot op 14 kilometer van de streep, jawel, van Zwevegem. Van Asbroek springt er ook nog naartoe en wij hebben nog maar 2 mannen over. Jawel, want Tietza moet eraf, ook Twirtgen. En dan is het nog rekenen op de diensten van Merts. Maar op 3,5 kilometer is het over en uit voor Remy. Dus Anjolkowski moet het zelf doen en we moeten zelfs even gaan aanvallen. Want Tischke zit hier nog altijd voor ons te knallen. Ja, als we dit niet doen, dan winnen we sowieso niet. Maar waarschijnlijk tekenen we nu wel ons doodsvonnis met Anjolkowski. We gaan opbouwen, 90 eigen tempo, zo meteen naar 95 en dan sprinten vanaf een kilometer ongeveer. En dan zien waar we nog uitkomen. Benoot gaat nog gegrepen worden, hij zit erdoor, nog een bocht. Kunnen we Benoot nog pakken? Kom aan, Anjolkowski. Oh, hij gaat het doen. Hij gaat het doen, zonder lead-out. Hoppa, bam, lekker. Damn, wat heeft hij een sterke periode, Stanny. Oh, lekker man. Dit is echt heerlijk gewoon. Bam, bam, bam. Anjolkowski deelt klappen uit in deze aflevering. Alweer een overwinning. Marcel Kind heeft geen kind aan. Stanislaw Anjolkowski.
En Merts zit eigenlijk op plek 11 op een dertigtal seconden. Maar wat heeft Merts dat heel goed gedaan ook in die finale daar. En de Giro d'Italia is ondertussen ook afgelopen. Bernal heeft hem gewonnen voor Caruso en Valverde. Ewan won de puntentrui. Valverde pakte de bergtrui. En Egan Bernal was daar de beste jongere. En voilà, dan zijn we zowat aan het einde gekomen van de wedstrijd in deze aflevering. We begonnen in Roubaix met een heel slecht resultaat. Dat Flèche Wallonne was degelijk een waanzinnige tweede plek voor Romain Seigle. In Lijk-Bastenaken-Lijk. We wonnen in Ashbourne met Anjolkowski. Ja, die won veel in deze aflevering. We pakten ook de vierdaagse van Duinkerken met Livens. Geen ritzege gepakt daar, maar wel eigenlijk tactisch goed gespeeld. De Trobro-Leon gewonnen door Dupont. Veenendaal door Anjolkowski. Plek 9 met Rex in de Antwerpen Port Epic. 49ste na simulatie in Wallonië. Kind gewonnen met Anjolkowski. En ook de simulatie in de Merkan Tour Klassiek. En 11e plek met Tiza. Dat is wel straf. Want het is een bijzonder moeilijk parcours daar. En dan de volgende aflevering krijgen we de ZLM Tour en de Balwaze Belgium Tour met Bas Tietema in de Tietema-mode. En ook nog het Nederlands kampioenschap. Dwars door het Hageland zal ik dan nadien wel even nog tonen. En dan gaan we naar die andere kampioenschappen. Dan krijgen we nog de Tour de Wallonie, de Ronde van Polen, want daar hebben we ook een invite of een wildcard voor gekregen. En dan gaan we naar La Vuelta, mannen. Ja, insane, insane. We hebben zowaar een hoogtepunt dit seizoen. En voilà, ik heb ook even geklapt, een praatje gemaakt met Timothy Dupont. En ik heb hem kunnen overtuigen om toch te blijven. Heeft bijgetekend voor 2 jaar, heeft de rol van leider overgenomen. Ging normaal op pensioen. En als je je nu afvraagt van, hoe heeft de Lem dat gedaan? Ja, ik heb dat geëdit in mijn save game, hè, mannen. Ja. Normaal als een renner op pensioen gaat, kan je hem daar niet meer uit krijgen. Maar oké, ik had zoiets van, Dupont zet zijn beste resultaten ooit neer. Die kan niet op pensioen gaan. Je zag al de lijst die ik had ingediend voor de renners die ik wil overtuigen. Vooral van onze eigen bingo blok. En dit was al de shortlist die ik had opgemaakt met de renners die ik heel graag wou. Maar oké. 17 punten voor Arendsman, 20 punten voor Merlier. Ja, dat zijn allemaal veel te veel onderhandelingspunten. Ook 17 voor Walscheid. What the fuck, man. Max, dat is veel te veel, vriend. Maar oké. Uiteindelijk, na al die hoge punten wat weg te filteren, blijft ongeveer dit over met Hofstetter, Leemreizen, Livens. Ja, oké, van de eigen ploeg. Kras, Nijs, Martinez. Ja, Lenny Martinez. Zo'n jonge Fransman aan het opkomen. Colleoni. Ja, Kevin. 11 punten is wel wat veel. Dus die gaan we ook van tussenknallen even. En dan kijken we ook natuurlijk nog even naar de punten die ze hebben al gesprokkeld in de World Tour en de Continentale Tour. Kan misschien nog een rol van betekenis spelen. Maar het zijn vooral onze eigen renners die wel de meeste punten tot nu toe hier en daar hebben gepakt. En kijk nog eens naar Livens. 1130 punten al in de World Tour. Arne Marit heeft er ook al best wat genomen in de Continentale Tour, maar 9 punten om te onderhandelen. Ja, dat zijn er veel. Je hebt er maar 60, hè, mannen. En als ik zo wat de rekensom maak om mijn eigen renners grotendeels bij te tekenen, ben ik eigenlijk al de helft van mijn punten kwijt. Tesson staat er ook op. Jason Tesson. Of Jason. Ja, hoe dat je het ook op zijn Frans moet uitspreken. Eekhoff staat er ook bij, natuurlijk. De man van DSM. Dit zijn allemaal mannen die natuurlijk volgend jaar niet onder contract liggen. Dus die contractsvrij zijn in de komende transferperiode waarmee we effectief kunnen onderhandelen. Ja. Ik heb al de renners die nog onder contract liggen niet op mijn shortlist gehouden of er meteen afgeknald. Perstrand, ja, die willen we misschien ook wel nog inlijven uit het ontwikkelingsteam van Jumbo-Visma is dat. We hebben wel wat meer renners uit ontwikkelingsteams erop gezet. Van Uden staat er ook bij natuurlijk. Kasper, ja, wat een scheldeprijs heeft die gereden in real life. Dus ook 6 keer gewonnen daar in die U23-categorie. En ook een paar wedstrijden ook al bij de profs meegereden trouwens dit seizoen. In deze savegame. In realiteit ook natuurlijk. En Brett is nog een man die zeker en vast onze aandacht vestigt. Dan hebben we nog Boguslavski. Marcelli, die staat er ook bij, omdat hij een Pool is. Grégoire staat er ook nog op. Pollefliet, Gianluca is zich goed aan het ontwikkelen in deze save. Dus ja, misschien dat hij ook komt. Johannes staat er ook op. Tercero
En dan hebben we nog een paar mannen op die shortlist staan. Maar voilà, dat zijn dus al wel wat doelen die we op het oog hebben. Natuurlijk, ja, die onderhandelingspunten gaan cruciaal worden. Want met 60 in totaal hebben we echt niet zoveel. En er zijn heel wat renners die echt wel heel wat punten vragen. Dus we zullen zien wie we nog naast onze eigen renners kunnen gaan aantrekken in augustus. Maar eerst en vooral de volgende aflevering. Tietemamode, ZLM en Baloise Tour. Belgium, Baloise Tour. Baloise Belgium Tour. Voilà. Maakt allemaal niet uit. Je weet wel over welke ronde het gaat. Edit en een Nederlands kampioenschap op de weg natuurlijk. En dan gaan we de volgende aflevering met Bingo terug verder. Met de overige rondes en toewerken naar La Vuelta. Want we hebben een wildcard. Jawel, jawel. Het wonder is geschied. Bedankt om te kijken. Tot de volgende. En bye bye.